Dus we hebben truien, we hebben totebags, we hebben petjes, een keukenschort, sleutelhangers. We zitten eigenlijk in een prijsklasse tussen de 5 en de Ja. 30 euro, dus een beetje van alles dat erin zit. Nino's for Life is een Music for Life actie van Ninoveters en voor Ninoveters. Zij verkopen leuke spulletjes vanaf nu tot en met kerstmis. En dat met allerhande toffe spreukjes en gezegdes in ons Ninofse dialect. En dat om ons prachtige dialect te verhevigen, vertleven. Want hoe rijk ons dialect ook is, vele mensen in onze stad zijn dat niet. Ilin Limpus, wat is die Ninos for Life precies? Wij hebben eigenlijk een initiatief gelanceerd waarbij dat we een webshopje hebben geopend. Waarbij dat we eigenlijk verschillende kledingstukken of andere accessoires verkopen met Ninofse, typisch Ninofse gezegden dat daarop staan. En dat verkopen wij ten voordele van teledienst hier en de opbrengst gaat naar hun. Dus ja. Via Music for Life doen we dat. U zegt typische Ninofse gezegden. Welke zijn dat onder andere? Kan u een voorbeeld geven? Want die zijn vrij ludiek, hè, sommige. Voilà, dus ik heb hier al eentje aan, de Ski George. We hebben echt de klassiekers hebben we erin gestoken. We hebben een tasje met commissies erop. De keukenschort met de drare haaieren in een jerp en een geklusht. Voilà, dus we hebben eigenlijk ons laten inspireren door de Ninofse woordenboek. En daarmee zijn we aan de slag gegaan. We hebben een goede uitspraak gezocht voor een passend gadget om dat daarop te drukken. En die bieden we te koop aan. Ja. En een hele mooie periode ook om die te koop aan te bieden. De kerstbomen komen eraan, de eindejaarsperiode. Daar mikken jullie waarschijnlijk wel een beetje op. Dus we hebben eigenlijk producten dat we aanbieden in een prijskategorie van 5 tot 30 euro. Dus eigenlijk voor iedereen zijn een portefeuille. En daar zitten eigenlijk toffe kerstcadeautjes of eindejaarscadeautjes in, zowel voor volwassenen als kinderen. Ja. Het is de bedoeling ook dat jullie een beetje winst maken natuurlijk. Hè. Waar gaat de winst naartoe eigenlijk? Ja, de winst gaan we schenken aan de VZW Teledienst. En meer specifiek aan een van hun projecten. En dat is de Sociale Kruidenier het winkeltje. Dus dat is een klein superetje eigenlijk waar dan mensen aan een lager inkomen hun boodschappen kunnen doen. Ja. Hoe bent u er eigenlijk op terechtgekomen om zoiets naar Ninove te brengen? Wel, ik zelf woon in Brussel en daar is dat heel populair om eigenlijk met de dialecten te gaan werken. En hier zagen we dat eigenlijk nog niet. En gezien dat we zijn een groep van allemaal Ninoveters en we dachten, verdorie, we hebben eigenlijk zo'n mooi dialect. We gaan het ook eens echt ja, naar buiten brengen. En zo zijn we er eigenlijk op gekomen. Zijn de dialecten met Brussel en Ninove een groot verschil? Ja. Ja, hier, het Brussels dialect is hier nog verstaanbaar, maar omgekeerd totaal niet. Ik moet vertalen wat dat erop staat. Ja. De moeite eigenlijk wel, hè. Zeg, hoe kunnen de mensen dat eigenlijk kopen? Hoe kunnen ze eraan komen? Hoe werkt het allemaal precies? Ja, dus het is zeer simpel. Je surft naar de website ninofsforalife.be of je kan eigenlijk via onze Facebookpagina of gewoon even in Google ingeven. En daar kan je eigenlijk duidelijk zien welke producten dat we aanbieden. Je kan op voorhand overschrijven of via een PayPal-systeem betalen en dan bereiden wij de bestellingen voor. We hebben ook in Ninove verschillende afhaalpunten gemaakt. Dus eigenlijk dicht bij de deur kan je je bestelling gaan afhalen. Ja. Vandaag besteld, wanneer wordt zoiets geleverd dan? We streven ernaar om eigenlijk binnen de 10 dagen te leveren. En dat lukt normaal gezien wel? Ja, voilà. We zijn voorbereid op grote bestellingen. Dus de backend is in alle geval voorzien om snel en efficiënt te kunnen werken. Jullie zijn wel al vrij gekend ook in Ninove. Hè? Vorig jaar hebt u ook een actie gedaan. Ja. Met een heel groot bedrag, hè? Ja, klopt. We hebben vorig jaar de stamcelkaarten gemaakt. Dus we hebben bekende cartoonisten aangesproken om eigenlijk wenskaartjes voor ons te ontwerpen. Die hebben we verkocht ook en dat heeft ongeveer 6.000 euro winst opgeleverd. Denkt u dit jaar aan nog meer? We hopen dat natuurlijk. Ik durf daarvoor mijn hand niet in het vuur steken, maar hoe meer, hoe beter. We willen eigenlijk concreet het winkeltje helpen om een nieuwe diepvriezer te kopen en om hem wat bij te leggen voor een nieuwe tweedehands camionette. Dus hoe meer, hoe beter. De website, welk adres is dat precies? Dat is www.ninofsforalife.be. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.